Bij ongewijzigd beleid zal de problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt de komende jaren verder groeien. De loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden zal verder toenemen en de werkloosheid aan de onderkant zal groeien. Weliswaar neemt het opleidingsniveau van de beroepsbevolking toe. Dat is al jaren aan de gang en dat zal in de toekomst ook nog doorzetten. Het is alleen ook zo dat de vraag vanuit werkgevers ook steeds meer richting hoogopgeleide arbeid verschuift. De vraagverschuiving die gaat harder dan de verschuiving van het arbeidsaanbod. En daardoor neemt de loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleide verder toe. Hoe zit het met werkloosheid in 2025? Ja, dat die werkloosheid aan de onderkant toeneemt, dat heeft alles te maken met het minimumloon dat we in Nederland hebben. Dat is een hartstikke mooi instrument dat een basis legt voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen in Nederland, of nou voor iedereen die werkt. Het heeft er alleen ook tot gevolg dat mensen die een productiviteit hebben die onder dat minimumloon ligt, geen plek hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Nou, en doordat in Nederland het minimumloon jaarlijks net iets harder groeit dan de productiviteit van laagopgeleiden, komt steeds een iets groter deel van de laagopgeleiden onder het minimumloon te liggen met zijn productiviteit. En daardoor neemt de werkloosheid toe. Zijn er nog andere risico's? Een extra risico die ligt bij de middengroepen. De werkgelegenheid voor mensen met een middelbare opleiding, die lijkt te krimpen. Nou, op het moment dat dat grote vormen aanneemt, dan zal een deel van die middelbaar opgeleiden extra concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt opleveren. Nou ja, dat zet druk op de lonen, maar doordat daar die basis ligt van het minimumloon, kan dat loon niet dalen onder dat minimumloon en ruimt de markt niet meer en zal er dus werkloosheid ontstaan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Extra ten opzichte van wat ik daarnet beschreef. Je zegt in het begin bij ongewijzigd beleid. Wat moeten we doen? Ja, het meest voor de hand liggend is natuurlijk om te proberen aan de hand van scholing en training mensen zo productief mogelijk te laten zijn. Om ervoor te zorgen dat mensen qua productiviteit boven dat minimumloon liggen. Zowel nu als in de toekomst. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich en je wilt dat mensen ook voorbereid zijn op een veranderende arbeidsmarkt en dat ze hun productiviteit voortdurend op peil houden. Ja, het is natuurlijk de vraag of dat voor iedereen mogelijk is. Het is heel realistisch te veronderstellen dat het voor niet iedereen haalbaar is. Ja, dan kun je de vraag stellen, wat wil je dan met die groep? Ja, je weet het minimumloon, dat is de basis die ervoor zorgt dat mensen qua productiviteit eronder liggen. Dan kun je instrumenten gaan bedenken die om dat minimumloon heen werken. Die de loonkosten ter hoogte van dat minimumloon verlagen, waardoor ze die mensen voor werkgevers wel aantrekkelijk genoeg zijn. Ja, kun je bijvoorbeeld denken aan loonkostensubsidies, aan loondispensatie of aan werken met behoud van uitkering bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal mooie instrumenten, maar ook best ingewikkeld, omdat er allerlei haken en ogen aan zitten. Wat maakt bijvoorbeeld dat een werkgever iemand met een loonkostensubsidie aan zou nemen? Op het moment dat er heel veel administratieve rompslomp omheen hangt, dan willen veel werkgevers dat niet. Werken met behoud van uitkering is weer ingewikkeld omdat het een aanzuigende werking kan hebben. Dus het vereist eigenlijk vrij veel maatwerk om te bedenken voor wie je dat soort instrumenten nou inzet en wie je probeert boven dat minimumloon te trekken. Uiteindelijk is het een politieke keuze wat je doet met deze groep die qua productiviteit net onder dat minimum of net of ver onder dat minimumloon zit. Je kunt als maatschappij accepteren dat er voor deze groep geen werk is en ze voorzien van een fatsoenlijke uitkering. Je kunt er ook voor kiezen door te zeggen van ja, we vinden werk in Nederland zo belangrijk, we weten dat mensen blij worden van werk, dat we er geld op toeleggen om werk te creëren voor deze groep.